waarom hebt u dan eigenlijk het woord Tao niet vertaald? Is niet te vertalen. Want daar is de traditionele vertaling weg. Maar dat is weer in de betekenis van een soort van leer, een weg die je moet bewandelen, een soort van voorbeeld wat je kunt volgen, de weg van de mens. Maar hier gaat het om iets heel anders. Het gaat om een kosmisch principe. Het metafysische en ook transcendente principe van de kosmos als een autoregulerend, autonoom systeem. Het leven zelf, zoals zich dat op aarde en in het universum manifesteert, volgens een wetmatigheid die wij niet kennen, die wij niet doorgronden, maar die wel degelijk bestaat. Dat is de Tao. Eigenlijk is het ook vreemd, omdat een van de belangrijkste beelden die steeds in de tekst terugkomt, is die oerchaos. Ja. Dat staat natuurlijk eigenlijk helemaal haaks op het idee van een weg. Het is de modaliteit van de chaos. Dat is wat echt is. Ons echte zijn, ons echte bestaan. Het bestaan wat wij kennen is chaos. Van leven en dood. Wij komen uit de chaos en wij gaan terug naar de chaos. En dat is de realiteit. En die realiteit volgt een bepaald kosmisch proces van wording, van schepping en van vergaan. Dat volkomen autoregulerend is. Maar waar het fundament, deze entropie, deze chaos is. Onze ideeën van tijd, van ruimte en meer nog van ons eigen zijn, van onze eigen persoonlijkheid, van onze eigen heilsverwachting zijn schimmen. Dingen die spontaan uit ons wezen voortkomen en die vluchtig zijn. Op die manier benadert natuurlijk het Taoïsme zeer het boeddhisme. Zoek de hoogste leegte. Bewaar de diepste stilte. Dan verrijzen alle dingen tezamen. Stilzittend aanschouw ik hun terugkeer. Ja, alle dingen hebben hun bloeitijd en gaan dan terug tot waar ze vandaan kwamen. Teruggaan tot de oorsprong heet verstillen. In stilte keer je terug tot je lotsbestemming. Dat is het onveranderlijke. Zij die het onveranderlijke kennen zijn verlicht. Zij die dit negeren doen in het wilde weg rampzalige dingen. Het onveranderlijke kennen maakt vergevingsgezind. Wie vergevingsgezind is, is universeel. Universeel zijn brengt soevereiniteit. De soeverein vertegenwoordigt de hemel. Van de hemel komen we bij de Tao. De Tao maakt dat alles voortduurt. Ook al vergaat het lichaam, er is niets te vrezen. Een begrip wat natuurlijk ook heel vaak terugkomt is spontaniteit. U noemt het ook al. Is dat dan de manier waarop een mens in een hele lichte vorm die chaos kan weerspiegelen? Was het maar zo. Nee, spontaniteit, de dingen zijn zoals ze zijn. Dus dat is een kwalificering van dat proces. Het autoregulerende, het uit zichzelf zijn. Kunnen wij dat ooit benaderen? Doe maar spontaan, wees spontaan. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Eigenlijk zou je als Taoïst moeten zeggen, doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg. Het omdraaien. Er zijn veel passages in de Tao Te Ching waar dus spreekwoorden worden omgedraaid. Hè? Dus om de relativiteit van onze heilige huisjes te laten zien. Die spontaneïteit terugvinden, die is niet terug te vinden. Die hebben wij verloren. Die bestaat niet in onze schepping. Of die bestaat, maar die kunnen wij niet benaderen. Die kunnen wij niet kennen. We kunnen maar alleen constateren dat hij zo is. Ik denk dat er is natuurlijk al veel en misschien veel te veel gezegd over de Taoïstische kosmologie en hoezeer die toch ook in de huidige wetenschap, zowel in de relativiteitstheorie als in de kwantumfysica, bewaard wordt. Daar hoeven we niet verder op in te gaan. Maar het is wel degelijk zo dat wat wij zo langzamerhand ontdekken, nu we ons meer interesseren, gelukkig maar, in het milieu en de milieuproblemen en de manier waarop het leven en de aarde zich in stand houden. Dat er op de aarde, laten we zeggen, moeder Gaia,
een soort van autoregulerend principe volgt in het maken van het leven en in de hele evolutie van de natuur en van al wat leeft. En dat komt zeer overeen met het idee van de Tao. Maar het is natuurlijk ook de vraag hoe je je als mens moet verhouden tot die chaos. In het nawoord schrijft u van meditatie wordt wel gezien als een manier om daar contact mee te krijgen of om toegang te krijgen tot dat voorgeboortelijke. Maar het is toch niet een soort rebirthing therapie? Ook dat bestaat in het Taoïsme. Ook de rebirthing bestaat. Het mag allemaal. Zoals de meester die aan de eenvoud vasthield, Paul Poet uit de vroege vierde eeuw zei. Er zijn honderden methodes. Ze zijn allemaal goed. Hoe we ons daartoe moeten verhouden, we hoeven ons daar niet toe te verhouden. Er is niets te verhouden, maar het is wel zo dat we er goed aan doen om van tijd tot tijd eens op te houden. En als ik het Taoïsme nou zou moeten kwalificeren als een soort van levenshouding of een soort van levenswijsheid, dan geloof ik dat wat het meeste directe is, is van stop maar, laat maar. He, dat woe, we zijn nou verbonden met het idee van spontaneïteit. Dus laat de dingen maar spontaan zo gaan. He. En dat niets doen, daar hebben we veel over gepraat. Mijn vrienden, veel dachten dat je niet zeggen, niet doen. Dat je niet, het is niet niet doen, het is, er staat echt in het Chinees niets doen, woe. Dus het maar laten, de zaak maar op zijn beloop laten. De Taoïstische gedachte als een soort van levensfilosofie en levensbeschouwing is een soort van remming. Je moet stoppen. Dit idee wordt prachtig uitgewerkt in de Zhuangzi. Zhuangzi is in veel opzichten is een soort van commentaar. Het eerste commentaar op de laat. En vertaalt het in allerlei leuke anekdotes en beschouwingen en zo. Maakt het aanschouwelijk. Ophouden. Dat is heel waar. Alles heeft een rem nodig. Een auto kan niet gebruikt worden zonder dat er remmen op zitten. Wij kunnen niet leven zonder van tijd tot tijd te stoppen. En te slapen en te rusten. En een heel groot deel van ons leven is dat rusten en slapen. En misschien, of wel zeker, hechten we daar niet genoeg waarde aan. Weten we niet dat een groot gedeelte, een belangrijk deel, een belangrijke roeping van ons leven is niets te doen. Ja, dus te rusten. En als dus de meditatie beschreven wordt in de Zhuangzi, dan is dat precies dat. Dat is helemaal niks doen. Zitten en ophouden. Hè? Zitten en nergens aan denken. Maar zitten vooral ophouden en vooral ophouden op te houden. Hè? Want als je denkt, ik moet ophouden, ophouden, dan ben je nog bezig met dat ophouden. Dus, en je moet boven dat ophouden verder gaan en helemaal ophouden. Hoe dat te doen? Nou ja, alle methodes zijn best. Je kunt gaan zitten op de boeddhistische of zen manier. De Chinezen die mediteerden liever liggend. Maar je kunt het ook staand doen. Zoals in bepaalde vormen van qigong of tai chi. Dat is staand of bewegend. Maar een trektocht te voet met een klein rugzakje met je tentje op je rug is ook een prima methode. Ieder vindt dat voor zichzelf. Je weet het waar je rustpunt en je eigen punt, waar je lekker is, helemaal niets hoeft te doen. Het is vooral een houding. Het is heerlijk om niets te doen. Doe door niets te doen. Grijp in door op te geven. Proef wat geen smaak heeft. Zie het kleine als groot, wat weinig is als veel. Beantwoord haat met innerlijke kracht. Bereid je voor op het moeilijke, zolang alles nog makkelijk is. Doe iets groots, terwijl alles nog klein is. Want de moeilijkste dingen in de wereld komen uit wat eens eenvoudig was. De grootste kwesties uit wat aanvankelijk klein was. Daarom streeft de wijze nooit naar het grote. Zo is hij in staat het grote te verwezenlijken. Zij die te lichtvaardig iets beloven, schieten ongetwijfeld tekort in geloofwaardigheid. Zij die de zaken te makkelijk achten, zullen zeker veel moeilijkheden ondervinden. Daarom beschouwt de wijze ze als moeilijk. Zo heeft hij nooit moeilijkheden.
Maar Taoïsme is natuurlijk ook vooral een reactie op het Confucianisme. Ja. En kun je nou zeggen dat die Confucianisten voornamelijk bezig zijn die chaos te bedwingen en te controleren? Daar zijn ze doodsbang voor. Dat werd al opgemerkt door een filosoof uit de tweede eeuw van onze jaartelling, zeker Wang Chong, die zelf Confucianist was. Die zei, wij Confucianisten, wij zijn doodsbang voor de chaos. En de chaos, dat is de baarmoeder. En dat is de vrouwelijke functie. En dat is het alle taboe van de vrouwelijke seksualiteit en van de moeder en zo. Ja, daar zijn ze doodsbang voor. Dat is nog steeds zo. In Amsterdam is men daar ook doodsbang voor. Als men daar niet doodsbang voor was, dan hadden we geen balletjes. Maar je zou dus ook kunnen zeggen, het niets doen van de Taoïsten is het toelaten van de chaos. Nee, we kunnen niet toelaten, die hebben we. Die is er gewoon, dat is de realiteit. Ja, maar die realiteit onder ogen willen zien. Nou, of we hem onder ogen willen zien of niet, die komt in ieder geval. Want op een goed moment gaan we dood. Dus dat is, dan valt alles uit elkaar. Maar daar zijn we heel erg bang voor, dus daarvoor hebben we verkeersregels en moeten we naar school en moeten we dit en dat doen, et cetera. Omdat we zo doodsbang zijn voor dat niets. Voor de chaos, net zoals het verhaal van de Taoïstische wijze, meneer Calabas en de sjamaan, weet je wel, in de Zhuangzi, ik geloof het hoofdstuk 7. Als de Taoïst dan de chaos laat zien aan de slimme sjamaan die alles weet, dan neemt de sjamaan de benen en loopt hij zo hard weg dat hij niet meer kan worden ingehaald. Zo gaat het ons allemaal. Iedereen is daar bang voor. Iedereen bang is voor het vrouwelijke. Het meeste nog vaak de vrouwen zelf. Dat is zo jammer. Wanneer het volk honger lijdt, komt dat omdat er van hoger hand te veel graanbelasting wordt geheven. Wanneer het volk moeilijk te besturen is, komt dat omdat er van hoger hand te veel bemoeienis is. Wanneer het volk de dood te licht opneemt, komt dat omdat de hooggeplaatsten een te overdadig leven leiden. Slechts zij die er niet op uit zijn er beter van te worden, munten uit in waarde aan hun leven te geven. Ik vind een van de mooiste uitingen daarvan het gebruik van taal in het Confucianisme en in het Taoïsme. Dus dat Taoïsme zegt taal is maar zeer beperkt. Hè? Dat is natuurlijk de opening van de Tao Te Ching. En die Confucianisten die juist alles willen benoemen. Precies. Zodat het maar gelabeld is. Precies. Wij mensen, wij zijn taal. We praten. Hè? We zijn wezens die praten. We zijn pratende wezens. En door alles een naam te geven, creëren we die dimensie, die geestelijke dimensie, die ons moet beschermen tegen het wat echt is. Dus aan de ene kant alle autoriteit, alle leer, onze ouders, onze meesters, onze goden, onze denksystemen en zo, die ons zogenaamd moeten zeggen wat we wel en niet moeten doen, wel eens en niet is. En aan de andere kant de illusie van onszelf, wat we zelf zijn, hoe we ons zien, hoe we hopen dat anderen ons niet gaan accepteren, onze begeerte naar de ander, naar de andere mens die we willen liefhebben. Dat is allemaal een taal. Wat we eten, wat we aan hebben, het zijn allemaal tekens. Het zijn tekens, maar de betekenis van die tekens, daar komen we nooit uit. Dat heeft het Taoïsme op ongelooflijk incisieve manier gezien. Vandaar dat dit boekje, ondanks de vele interpretaties en de slechte vertalingen, waar ik er nou eentje nog aan heb toegevoegd, dat het toch mensen iets blijft zeggen. Men voelt gewoon dat het allemaal van een hele andere kant zien, dat dat toch ook een zekere waarde heeft.